ook droomt van een rol in het circus als jongleur, acrobaat of als evenwichtskunstenaar? Bij het Baarnse Circus Dirkus kun je het allemaal leren. Jullie gaan een kijkje nemen bij de eerste groep kinderen van 7 tot met 9 jaar en bij de oudere kinderen van 10 tot met 16 jaar. We gaan 3 groepen indelen. Wil ik nou, de kinderen hebben die allemaal al kunnen fietsen. Ga even staan als je kan fietsen. Wat vind jij het leukste hier? Trapezen en eenwieleren. Hey, en als jullie een show hebben, wat ga jij dan doen? Ik denk eenwieleren. Is dat ook heel erg moeilijk? Nou, bij het begin wel, maar nu is het niet meer zo moeilijk. Hoe lang zit je hier al? Dit is mijn tweede jaar. Oké, en in het tweede jaar, wat heb je allemaal geleerd? Leren jongleren, op de eenwieler fietsen, koorddansen en ballopen, een heleboel dingen. Oh, dus gewoon te veel om op te noemen eigenlijk. Ja. Hey, jij zit nou op de circusschool. En wat is eigenlijk nou het leukste trucje wat je hebt geleerd? Jong leren. Bal lopen. Koordansen. De trapeze. Nou, gewoon eenwiel fietsen. Bal lopen, want eenwielen kon ik eigenlijk al voordat ik hier op zat. Bal lopen. Nou, ik vind acrobatiek heel leuk en eenwielen.
Eenwieleren en trapeze zwaaien. Mini-trampoline en eenwieleren en trapeze. Trapeze. Bal lopen. Op bal en in het begin loop ik samen met een vriendje van mij, Jeroen, te jumpen. Te jumpen nog wel. En dat hoort dat ook bij het circus act? Ja, te komen wel, dat is altijd leuk. En dan? Dan gaan we trucjes doen natuurlijk. En welk trucje vind je dan het leukst? Ja, trapeze, maar dat kan niet op het podium. Vind je dat niet erg jammer? Ja, weet je wel. Nee, zo. Oké, voet over elkaar en hangen en laat maar los. Fantastisch! En kom maar terug. En ik ben het